Dordaz. Vous êtes prêts? Allez! Olé! Alors, c'est parti. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Merel, wat is jouw positie? Linker centrale verdediger. Wat is je chocoladebeen? Rechts. Hoeveel goals scoor jij gemiddeld per seizoen? 4. Hoe oud was je toen je dacht, ik ga prof worden? 5. Bij welke clubs heb je allemaal gespeeld en waar speel je nu? Ik heb vanaf jongs af aan, bedoel je dan denk ik, mm-hmm. bij FC Buitenveldert, mm-hmm. Pancratius, Terlede, ADO Den Haag. Het moet een kort item worden, maar... Ja, ADO Den Haag. University of Alabama in Amerika, oh. Ajax en nu Real Betis. Wauw, en hoeveel interlands heb je achter je naam staan? 26. Dames en heren, dit is Merel van Dongen! Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous en prie. Mooi dit, goede borst ook, goede benen. Hoe bereid jij jezelf mentaal voor op een wedstrijd? Wedstrijddagen zijn altijd heel spannend. Zeker met het Nederlands elftal. Dus wij zijn altijd in een hotel. En daar bereid ik me voor door lekker met mijn teamgenoten te praten, lekker te eten, een beetje te douchen voor de wedstrijd, altijd. Douchen voor de wedstrijd? Ja. Vlak voor de wedstrijd is het gewoon eventjes chillen bij mezelf in bed. Vaak gewoon liggen een serie te kijken of zo. Of, niet bepaalde muziek of zo die je afspeelt, standaard? Nee. Bepaalde ritueel? Ook niet. Oké. Okay. Nee. Oh ja, trouwens, ik heb wel altijd een tapeje om mijn rechterarm. En hier schrijf ik dan altijd iets op wat ik vind dat ik moet doen die dag. Serieus? Dus dat is wel echt serieus. Dat doe ik wel echt elke wedstrijd. Dus dat kan je wel een ritueel noemen. Jullie zijn Europees kampioen. Zo gaan jullie naar het WK. Is dat nou extra druk of vooral heel veel zelfvertrouwen? Extra druk. Ja. Ik denk ook omdat men nu denkt, ja, als Europees kampioen wordt, dan worden ze ook wel even wereldkampioen. Maar men vergeet dat dit pas ons tweede WK is. Dus die druk, die voelen wij wel. Maar dat geeft ook wel weer een gevoel van, kom maar op, of zo. Waar sta jij, wat doe jij? Als we het hebben over het Nederlands elftal. Mm-hmm. Er is een vrije trap in scoringspositie. Okay. Waar sta jij en wat doe je? Als hij vanaf deze kant is, sta ik bij de bal. En schiet ik hem erin. En als hij vanaf de andere kant is, dan neemt Sherida Spitsen hem waarschijnlijk. Of Dominique Jansen. Mm-hmm. En dan sta ik klaar om haar in de armen te vliegen eigenlijk. De vrije trap. Mm-hmm. We krijgen allebei 3 pogingen. Oké. Okay. Ons de beurt schieten. Oké. Okay. Steen, papier, schaar. Wie er mag beginnen, verliezen krijgt een piek. Op zijn oor. Okay. Steen, papier, schaar. Oké. Ik ga scoren. Ik ook. Ah, Jezus. Oh. Kijk, is me vies. Ik heb gehoord dat je echt zware benen hebt op dit moment. Oh, is dat zo? Wie niet wil luisteren, moet maar voelen. Breng je oren hierin. Weet je wat leuk is? Hè? We kennen elkaar helemaal niet zo goed, maar heerlijk. Dan kan ik gewoon extra hard doen, toch? Oh, omdat je me niet kent? Ja, tuurlijk. Je hebt ook helemaal niks, geen reputatie of wil zo. Wil je in je oor, uit je oor? Wat wil je? Wat wil je? Wat bedoel je met in je oor? Ja, dat is okay, nog pijnlijker, toch? Doe maar. Nee, doe hem zo. 3, 2, 1.
Even wachten. Je weet niet wanneer die aankomt. 3, 2. Oh. Ik heb hele zware benen, ja. Die was hard. Oké, wat nou als jullie een vrije trap tegenkrijgen? Waar sta je? Wat doe je? In de muur. En dan springen we niet. En probeer ik liever een dwarslezing dan een doelpunt tegen, denk ik. Zo. Op mijn tenen. Zoiets. Dat doe ik dan. Jullie krijgen een penalty. Ja. Wat doe je? En waar sta je? Nou, dan sta ik niet achter de bal. Nee. Maar mocht het een penalty zijn in de penaltyreeks, omdat we natuurlijk 0-0 of 1-1 of 2-2 als we gelijk hebben gespeeld, dan sta ik er wel achter. Maar ik ben niet de eerste die in de wedstrijd achter de bal staat om de penalty in te schieten. Dus dan sta ik rondom de cirkel om de rebound erin te schieten dan. Oké, de bondscoach zit nu te kijken. Wij gaan nu een aantal penalties nemen. En dan kan jij gewoon jezelf in de kijker spelen. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Oké, weet je wat? Ik begin. Allebei 3 pogingen. Verliezen krijgt weer een heerlijk piekje op je oren. No mercy. Dat is het thema van vandaag. Bang. Oh, vies hoor, zo in het hoekje. Hey. Hij zat toch? Hey, middel. Ik zweer. Het was een goal. No goal. Ik hoor hier no goal. No goal. No goal. Hij stuitte hier en toen hier. Toch? Ik zag het niet. Sorry? Ik zag het niet. Kan ik slecht tegen me verliezen, zeg? Ja, het staat 1-1. Ze kan nu op voorsprong komen. Wat doe je? Geen genade, ja. Oh, geen genade. Het zijn je eigen woorden, hè? Comment ça va? Ça va? 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 Wat weet jij over de tegenstanders? Nou, best veel, want gek genoeg speelden wij 4 jaar geleden de eerste wedstrijd ook tegen Nieuw-Zeeland en de laatste wedstrijd ook tegen Canada van de pool. Maar we spelen dit jaar ook tegen Cameroen en daar weten we niet zo heel veel van af. Maar van de tegenstanders weten we wel dat ze goed zijn, dat ze anders voetballen dan Europese landen en dat we echt alles moeten doen om die pool door te komen. In het vrouwenvoetbal is Canada echt wel goed hoor, echt goed. Die staan ook hoog, ze hebben echt allemaal. Vrouwenvoetbal in Canada is ook een hele grote sport. Ja, Canada heeft Drake, Justin Bieber, maar ook hele goede voetbaldames. Precies, precies. En tegen wie wil je nou eigenlijk helemaal niet, tot aan de finale? Is er één land waarvan je zegt, nou, die wil je eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen? Nou, voor mij zou dat denk ik nu Frankrijk zijn, want die spelen thuis. En dan willen natuurlijk het liefst in een oranje stadion spelen, maar tegen Frankrijk wordt het waarschijnlijk een beetje blauwig. A true expert on the grass scene. Wie zijn jouw 3 grootste voorbeelden in voetbal? We gaan de top 3 maken. Op nummer 3 staat... Jan Vertonghen. Op nummer 2... Matthijs de Ligt. Nummer 1. Christian Kikoe. Hey, dat is een aparte. Hmm. Die heeft bij Ajax gespeeld, Inter Milaan. Grote voetballer. Ja. Maar ik denk niet dat iemand die snel zou uitkiezen. Waarom kies jij voor Kikoe? Nou, in de tijd dat ik echt voor Ajax was, dus echt met shirts van Ajax naar school ging en alles wilde zien en naar de arena ging, was hij de centrale verdediger. En hij speelde echt met zijn hart. Echt, zijn manier van spelen was voor mij echt een voorbeeld. Dus ik was verliefd op Kifu, echt verliefd. Ja, het was een Bulgaar. Klopt, ja. Nee? Nee. Hij komt ergens uit Oost-Europa. Dat is een voorbeeld. Nee, Roemenië. Oh, Roemenië, ja. Natuurlijk. Oh my god, ja.
Oké. Roemenië, ja. Ja, daar ga je. Dankjewel voor alle fijne comments nu hier beneden. Yes, daar doen we het voor. Alle Roemenen, sorry, sorry. Christian, sorry ook echt. Hoe hard heb jij moeten vechten om international te worden? Heel hard. Vechten, maar vooral hard werken, zeker weten. Elke dag trainen, ook al heb je geen zin in de regen, ook al heb je geen zin. En doorgaan, ook al denk je af en toe dat je wil stoppen. Ja. Er zijn momenten geweest dat je dacht, ik wil stoppen. Ja. En dan toch doorgaan. Ja. Wat maakt het dan dat je doorgaat? Ik ben wel verliefd op voetbal. En je kan wel een beetje stoppen of een jaar stoppen, maar uiteindelijk weet je dat het over is. Dus je kan maar beter af en toe even doorgaan, want dan komt er wel weer een moment. Dat ik ben altijd blij geweest dat ik ben doorgegaan. Verliefd op voetbal. Ik denk dat de bal ook verliefd is op jou. Hey, hoe trots ben jij dat je international bent? Ik ben wel trots dat ik international ben. En dat als ik dat shirt aan heb en het Nederlands of het volkslied gaat, dan ja, het is wel een van de mooiste dingen, denk ik, om uit te mogen komen voor je land. Daar ben ik echt heel trots op. Hoe trots is jouw familie? Ook trots. Ja, zeker weten. Maar ook heel trots op andere dingen buiten voetbal, weet je wel. Het voetbal is ook heel erg belangrijk en iedereen is daar ook heel trots op. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook trots op het feit dat ik gewoon gestudeerd heb, bijvoorbeeld. Ja, of dat je een piek op je oor krijgt. Dat ik een filmpje mag opnemen met Toussani, zijn ze ook echt trots op. Merel, wie wordt de beste speelster van het toernooi? Vivianne Minima. Wie wordt de topscorerster van het toernooi? Vivianne Minima. Wie gaat het WK winnen? Nederland. Als je nou echt even wachten gewoon? Nee, het was gewoon een aanloopje naar een prachtig antwoord. We zijn toegekomen aan het eindspel. Inmiddels zijn er 4 gaten in het bord. Schiet je door je eigen hoofd, heb je 100 punten. Schiet je door het grotere gat daar beneden, dat zijn er 2, krijg je 50 punten. Schiet je door het hoofd van de tegenstander, is het gelijk finito. Ook geen gelijkmakende beurt. Steen, papier, schaar. Wie er mag beginnen, wederom 3 pogingen. Oké. Steen, papier, schaar. Oké, ik mag beginnen en dat pak ik ook gewoon. Wow! Winnende doelpunt. Inzaghi is mijn naam. Gewoon rechts, niet te hard, klein stuitertje en dan gaat hij erin. Kijk. Ja, voor mij wel. Ja, we zijn weer gul. Ik wou zeggen, zij is gul. Aan het eind van iedere aflevering geeft zij wat weg. En dit keer zijn het jouw patas, verse patas. Zeker. Gesigneerd en al. Wil je ze even gaan doen? Yes. Hoe kan je deze winnen? Heel simpel. Laat het weten in de comments waarom jij deze patas verdient. En ik hoor uit betrouwbare bron. Oh, wat is gebeurd? Kom maar. Hoppakee. En weet je wat zij zegt? We geven gewoon nog een paar weg. Mm-hmm. Die lok die benen. En spreid en sluit. Leg neer. Houd de knieën recht. Spreid. Kijk, ik had deze foto ook wel extra cupcakejes gegeten. Voordat jij ze gaat trakteren, is het laatste woord aan jou. Jeetje, nou allereerst heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie niet alleen naar deze aflevering kijken, maar ook naar het WK. Er wordt even iemands moeder belt. Maar ik hoop ook dat jullie zoveel mogelijk gaan kijken van het WK voetbal in Frankrijk natuurlijk. En als het even kan, zeg tegen je ouders dat ze de auto moeten pakken. Of pak de auto zelf en naar een stadion in Noord-Frankrijk. Als je er eentje wil, dan ga je achter het bord staan en dan prop ik het zo. Goed idee. In je mond. Stil op en spreid en sluit neer. Dijon, dat was het dan weer. Dames en heren, tot een volgende keer. Bonjour. Comment ça va? Goedemiddag, dames. Salut.